Het optimisme is in volle opgang. Het optimisme is geen aangeboren aanleg voor geluk die ons zou vrijwaren van alle pijnlijke en droevige momenten in ons leven. Optimisme is een lering, een weloverwogen beslissing om een staat van bewustzijn aan te nemen en te blijven ontwikkelen. Het vergt een zekere discipline en zelfkennis. Door uw aanwezigheid op dit colloquium neem je deel aan de niet te stuiten culturele revolutie van het optimisme. Om u de effecten van het optimisme voor de gezondheid, het ondernemerschap en de communicatie in het algemeen te laten ontdekken, zullen Pedro Brugada, Guibert Delmarmol, Louis Balkan, Philippe Gabillet, Philippe Vlerik, Marc Michiels, Adrien Axelair, Isabella Lenarduzzi en Nick Balthazar u de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek hieromtrent voorstellen of deze door hun ervaringen kracht bijzetten. U zal dit colloquium verlaten met nieuwe onuitwisbare sporen van optimisme in jezelf.